Sinds vorige week dinsdag ligt Angelo in quarantaine bij de dierenkliniek in Dordrecht. Hij heeft de ziekte van Weil. Ruim een week geleden wil Angelo niet meer eten. Ja, verdrietig. Eerst wordt er gedacht aan buikloop, maar wanneer hij blijft braken en extreem begint te kwijlen, stuurt de dierenarts hem door naar een speciale kliniek. De arts vertelt mij dat het komt door het drinken van stilstaand water waar ratten in plassen. En of een besmette hond. De ziekte van Weil komt niet vaak voor. Dit omdat bijna alle honden ervoor worden ingeënt. Maar Angelo is ingeënt en werd toch ziek. We vragen ons ook af hoe dat nu kan. Dus we gaan in zijn bloed kijken met welke bacterie hij besmet is geraakt. En dan gaan we kijken of dat ook de types zijn die in het vaccin zitten. Want we vermoeden dat hij een type heeft wat niet in het vaccin zit. Mogelijk was Angelo dus ondanks de vaccinatie niet beschermd. En dat terwijl hij het waarschijnlijk heeft opgelopen in een wandelgebied. Het is een prachtig gebied. Maar wel met veel vijvertjes en pontjes. Ja, bij veel honden in spelen en doen. En dat heb hij ook gedaan. Volgens dierenarts Toeteman is er geen reden om alle hondeneigenaren te waarschuwen. Iets wat niet heel erg makkelijk is om op te sporen in een groot gebied. Want waar heeft die muis gelopen die geplast heeft? Het is niet zo dat een heel gebied dan is besmet met deze ziekte. En wat ik ervan weet is als ze ook gaan testen, zieke dieren testen, dat het niet altijd zo gemakkelijk is om die ziekte ook op te sporen. Bijzonder aan de ziekte van Weil is dat dit de enige ziekte is die kan worden overgedragen van hond op mens. Je moet vooral ontzettend voorzichtig zijn met het aanraken van alles wat met de urine van de hond in contact is geweest. Maar je hoeft niet op te letten met aaien of je kan de hond gerust een knuffel geven, zolang je maar omzichtig met de urine omgaat.